En ze zijn alle drie hier ook beneden. Daar staat er één. En er staat er één te eten. En daar is er nog één. Ja, kan dat vanuit. Hoofdpijn weer. Mijn hoofdpijn is dus erger geworden dan het was. Dus, maar ja, maakt niet uit, een rot op. Ik heb een elektrische vliegenmapper, hè, denk ik. I wish I could go back and change the way I acted. Sometimes a happy story has an ending tragic, but I'm still thankful that these moments even happen. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En ze zijn alle drie hier ook beneden. Daar staat er één, en er staat er één te eten. En daar is er nog een. Ja, kan dat genaamd. Hé? Jo, of niet dan? Hé, ons boerinneke. Hé, we zijn boerinnetjes, hè? Ja, maar dat gaat ook jong. En dat kan dat niet, hè? Nee. Dat die ook alleen nog naar buiten gaat en dan raakt hij het kwijt. En je hebt niet van die kleine boerenzakdoekjes, ja, van die halsbandjes. Hé? Maar eens bij Action kijken, ja, yeah, wie weet. Nee, niet Action. Beek Bazaar. Nou, ja, die zit wat dichterbij. Maar oké, wat de dag ons brengen gaat. Nou ja, ik krijg weer onkruid. En ik ga azijn halen. Sowieso ook voor die thee tussen de tegels. We zien het alweer. En dat ga ik allemaal met azijn besprenkelen, besproeien of weet ik veel wat. En dan komt het wel weer goed. In de tuin komt het ook weer wat omhoog, dus ja, daar gooien we het ook gewoon eroverheen. Komt dat ook wel weer goed. Dus ja, dat dus. Azijn halen en wat de dag ons verder gaat brengen, dat weet ik ook niet. Ik wil die tafel opruimen. Die bloemen, nou ja, er zijn er nog maar een paar die goed zijn en de rest, ja, die begint trouwens ook al. Een klein beetje, maar die is weg. Al dat groen dat is weg, daar die andere rozen en dit is weg. Dus ja, dat moet er sowieso uit. Dus ja. En ik ben niet mijn moeder, ik ga niet dan de goede bloemen de stelen van schoonmaken en in een ander vaasje zetten. Nee, daar hou ik helemaal niet van. Ik zie wel wat ik doe. Maar in ieder geval, dat moet opgeruimd worden. Mijn vlaggetjes moeten nog steeds opgeruimd worden. Dus ja, dat dus allemaal. Ja, moet wel gedaan worden. Ja, echt waar. De ander doet het niet voor je, ook al je niet vindt, je moet. En het ligt er lang genoeg. Maar oké, ik zou zeggen, geniet gewoon van je dag. En dat ga ik ook verder doen. En, maar zie ik iets leuks, ja, dan pak ik jullie erbij. En anders hebben we pech, ja. Er gebeurt momenteel, het is door de week, dus het gebeurt ook niet zoveel, nee. Door de week is dat bijna nooit. Ja, er is die kermis, dan moet ik er alweer heen. Nee, die heb ik één keer gezien, hoef ik er niet weer heen, nee. Dat is niks voor mij. Ik ben voor jullie erheen gegaan en ja. Kijk, je kunt toch nergens in en je kan ook nergens bij. Nee, dus ja. Ik mocht vroeger graag die munten verschuiven met die bulldozer, weet je wel. Dat mocht ik graag doen, maar ik kan daar niet bij komen. Dus ja, lekker belangrijk dan. Maar oké, als het weer wat beter is, want het is nou grijs, grauw. Ik had de zonnescherm vanochtend wel naar beneden, maar die ik net weer naar binnen gehaald. Dat het is grijs en grauw. Het gaat vanavond vanaf 6 uur wat er beweert regenen tot vannacht 3 uur. Dus we merken het wel. Ik kan ook boven zee vallen, want zee hoort bij Den Helder. Ja. Hé, meisje. Oh ja, en ik ga ook even een zwart-witte boerenzakdoeken voor mezelf halen. Want de meiden hebben ze nou om. Ja. Want ja, ik ben nou met zwart en ja. Wat voor kleur moet dat wezen? Beige. Dit is een beige of zo. Dat lichte. Ik heb dit shirtje van Meri gehad. Nou, ik ben er maar wat blauwe mee. Ja, ik vind hem mooi. En het is eigenlijk een shirtje met een tuniekje. Ja. Zat de broek eronder, dus helemaal goed. Dus ik ga er een zwart-witte boerenzakdoek erbij halen. Want ja, deze wordt ook natuurlijk iets vuil. En dus, maar dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, hou gewoon van goede moed en geniet van je dag.
Doe het met een lach. Doe ik ook. Ik zou zeggen, tot later. Ja, ik ben weer thuis. En ja, het is vreemd, achtelijk, gekke rot weer. Hoofdpijn weer. Mijn hoofdpijn is dus erger geworden dan het was. Dus, maar ja, maakt niet uit, een rot op. Ik heb een elektrische vliegenmepper, hè, denk erom. Ik heb een bakje koffie. Daar. Hier dus, ja, lekker bakkie. En ik heb, moorkoppen. Ik blijf dat moorkoppen noemen, ja. Maakt me geen reet uit. En ik heb van alles en nog wat gehaald. Ik heb vrolijksnoepjes gehaald. Ik heb 2 jerrycans gehaald met azijn. Ik heb een netje gekocht om een BH erin te doen. Die heb ik nog nooit gehad, maar daar blijft die BH zo mooi van. Dus die heb ik gekocht. Nog weer een zakje snoepjes gekocht. En schone zakdoeken gekocht, boerenzakdoeken. Zijn er 2 voor 1,99. Nou ja, wie doet je wat? Nou, wat ik zei, 2 zakken Vrolijk. Ik heb nog een Bounty gekocht. Dus dit gaat ik eerst opeten. Dat gebak gaat even de koelkast in. Maar ik ga straks, jullie even in de houder zetten. Want ik heb nog wat gekocht. En dat gaan we uitpakken. Dat zit in een doosje. Dus even een doosje halen. Ja, dat komt straks. Ik ga eerst even bijtanken. Want ik ben, ja, ik verga ook van de pijn in mijn rechterbovenbeen. Tenminste, nee, niet bovenbeen, maar rechterbeen gewoon. Want het zijn steken. Dan weer hier, dan weer daar. Dus ja, het zit dan weer in mijn bovenbeen en dan weer in mijn nederbeen. Maar het zit hem nou, ja, hier. Daar. Nou, dat doet echt van die klein scherpe messteken. Alsof je een zwaard erin krijgt. Niet leuk. Ik moet er wel eens aan denken aan vroeger met de kinderen dat die klein waren met hun groeipijn. Nou, lijkt ook wel groeipijn, maar ik groei als een koeien start naar beneden. Ja, dus wat het is, ik weet het niet. Het zijn spieren die op spelen. Waarom, ik weet het niet. Ik kan af en toe amper staan en af en toe amper lopen. Maar ja, we gaan er gewoon door. We zetten gewoon door. We zijn er nog, dus gewoon doorgaan met die banaan. Ja, toch? Ja. Ik heb enkel, schele hoofdpijn zit hem, vlak onder mijn wenkbrauw, laat me zeggen. Ja, je wordt er niet vrolijk van, je wordt er enkel maar chagrijnig van, maar doet er niet toe. Lieve vrienden, geniet verder van je dag. Ja, ga ik toch ook verder doen. Ik ga even de troep hier worden, boodschappen verder opruimen. En koffie drinken, Bounty eten en daarna kom ik wel weer terug. Ja, lieve vrienden, ik zal terugkomen, hè. Ja, nou, om te beginnen. Ik denk dat jullie het wel kunnen zien wat dat is. Ik heb een stopcontact gekocht. Denk je stopcontact? Je hebt stopcontacten in de muur. Ja, die heb ik ook in de muur. Maar deze hoort bij mijn Google Hub Home. Moet je het wel uit willen? Hallo, kom. Ja. Dit hoort dus bij mijn Google Hub geval. Ja. Dus die ga ik straks ook installeren. En ik denk zomaar dat ik het snoer van de spatjes op ga zoeken. Die in mijn ombouw van mijn keuken zit. Dat ik die stekker erin doe. Dan kan ik ook de keukenverlichting van de ombouw. Van de, die onder die aardige kastjes hangen. Ook via de Google aandoen. Ja, dan hoef ik niet aan dat rotknopje te draaien die ik bijna niet doet. Ja, dus dat is 1. Nummertje 2. Nou, we even zien. Ja, dat moet er zero in zitten volgens de geleerde. Dus, dan gaan we hem openmaken. Even koekeloeren hoe dat allemaal zit natuurlijk. Ja. Kijk, die moet ook in een stopcontact. En dan moet het lampje wel even aan, dus om.
Ja. En de... Oh, dat is... Oh, dat kun je meedimmen. Ja, oké, maar dat is niet nodig. Nee, dat is ook voor mijn Google Home geval. Dus ja, helemaal blij mee. Dus dat gaan we straks allemaal eventjes uitzoeken hoe we dat het beste kunnen doen. Want ik had daar al altijd kerstverlichting. Nou, dat kent dan daar ook weg, die kerstverlichting. En dan kan deze erop schijnen, weet je, zo. Ja, kan ik zo erop schijnen op de lamp, op de fotolijstjes. Dus ja, we zien wel hoe ik dat nog even wil hebben. In ieder geval, ja, het was maar 5 euro. Dus dat is niet duur. En ook deze was maar 5 euro. Is zo, ja, zo. 5 euro. Dus ik ben er blij mee en dan gaan we dat straks doen, maar Karin die gaat mij straks even bellen, dus dat wachten we eerst weer af. En het regent hier, terwijl Google Hub had gezegd van 6 uur tot vannacht 3 uur. Nou nee, het regent de hele tijd al, ja. Het is niet leuk meer, nee. En ik moet nog steeds de tafel opruimen, maar ik heb het fut niet, want ik heb iedere keer steken in mijn rechterbeen. Dus ik denk nou ook, laat maar staan. Morgen weer een nieuwe dag. Ja, nou vanavond ga ik toch naar bed. Neem ik deze mee. En dan is die sowieso boven, weet je. En die zakdoek, ik heb er al eentje om, zoals jullie zien. En die schone zakdoek neem ik ook mee. Dus het komt allemaal goed. En ook is Claudia wat vergeten, maar die komt morgen ook. Dus dat staat ook nog hier al op. Dus ja, daar heb ik toch niks aan. Dat is die koektrommel. Waar mijn geurtjes spullen in zaten, wat ik van Marianne had gekregen. Maar ja, wat moet ik met weer een blik? Ja, een koekjesblik. Ik heb geen koek, weet je. Nee. Verbranden. Hij is verbrand. He, eindelijk maar toch. Dus ja, dat zullen we zo meteen even opruimen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. En ga gewoon naar je supermarkt. Ga ook op de snuip in die manden, wat eigenlijk normaal gesproken er niet hoort. Maar wat van andere winkels vandaan komt. Iedere supermarkt die heeft dat al tegenwoordig. Ga daarin aan de snoep als je een Google Hub geval hebt, zoals Karin en Roderick en ik. Dan kun je ook goedkoper aan je spullen komen en erbij past. Ja, komt helemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. We were rolling with the waves. Let them crash down on me. Showed me the way. The best things in life are free.